Yes, mensen. Even een korte update. Alles gaat prima. Veel onderweg natuurlijk, om een beetje onder de radar te blijven. De telefoon die laat wel lekker thuis en af en toe check ik eventjes of ik niet belangrijke oproepen heb gemist of zo. Want er is nog steeds wel een echt leven aan de gang natuurlijk. Maar alles met mij is in ieder geval oké. Maar ik heb wel heerlijke mooie inzichten over hoe we de komende 2 weken onze nieuwe wereld vorm gaan geven en hoe ik dat aan jullie moet gaan verwoorden. En de 10 Days of Darkness is een heel speciaal concept, gaat blijken. En ik weet zeker, wat ik al eerder zei, als wij het met ons gaat lukken om inderdaad 10 dagen lang tv, media, WhatsApp, alles uit te zetten en weer even helemaal tot jezelf te komen, wat mij ook vaak is geadviseerd, dan gaat die nieuwe wereld beginnen. En het gaat ons lukken. Maar daar ga ik je alles over vertellen de komende dagen. Met mij gaat het in ieder geval prima. Ik ben natuurlijk niet thuis. Ik ben nu even thuis om mijn telefoon te checken. Dus die laat ik lekker weer hier. Lekker onder die radar. En jullie zien me snel, mensen.